zien dat die brons werd groen. Eng is eigenlijk onderdeel van het leven. We hebben net even in de auto overlegd van hoe gaan we dat doen en we wilden het wat dynamisch en open houden. Dus dat is vaak goed. Dan ontstaan we hier zie je eigenlijk zo'n dikke hemakwast. Pasta zijn waar je zand op smeert. Het kunnen laklagen zijn, zoals hier. En wat zo'n laklaag doet, is die stoot verf af. Dus ik schilder het met acryl, met heel veel water. En daar waar die laklagen zitten, hier is er nog één. Het is nog koper. Het is helemaal niet andere. Koperwerk. Er zijn twee stukken. En ook driedimensiewerk. En nog extra werken. Die heb ik gemaakt met Brigitte Reuter. Ik ben in Bagdad geboren, in Irak. Dicht bij de rivier Tigris. Een heel mooie stad. Heel mooi en bijzondere rivier. Ik denk dat elk kunstenaar, elk persoon heeft zijn eigen museum, die Memory Museum. En vandaar er zijn heel veel lagen, heel veel zalen, heel veel visuele dingen en heel veel elementen. Ik neem een van die elementen en daarna werk ik met extra technieken en daarna komt het werk uit. Dit zijn hele. Ik ben geboren in Oldenzaal in 1970 en ik ben beeldend kunstenaar. Ik schilder landschappelijke, innerlijke schilderijen. En die zijn zoals deze. Mensen zien hier van alles in: een mangrovenbos. Of een bomen, het kan onder water zijn, maar het kan ook in het bos zijn. En ik vind dat belangrijk om dat in het midden te laten. Terwijl het doek op de grond ligt met een stok en een kwast op de stok gemonteerd. En dan bezem ik bijna als het ware die verf gewoon helemaal op en neer. En op een gegeven moment gaat het schilderij een verhaal vertellen. Al die zakkers, al die knoestigheid. Die vertelt mij iets en daar reageer ik op. Dus het is in die zin veel minder een figuratief schilderij, maar eigenlijk een abstract schilderij. In de zin van als ik ga snorkelen en ik ga onder boomwortels doorzwemmen en dan zit er misschien een roofvis en die eet een andere vis op. En die spanning of de circle of life mag in mijn werk zitten en dat mag ook een beetje eng zijn.